Hey, ik ben Jeroen van Survival Run Coaches. Het is weer tijd voor een filmpje. Vandaag ga ik het hebben over de mentale kant van Survival Run. Er is me regelmatig gevraagd om hier een filmpje over te maken. Dus ik hoop hier één of misschien wel meerdere filmpjes over te maken. Want ik vind het best wel een belangrijk en heel interessant onderwerp. Dus als jullie het ook interessant vinden, laat het dan weten zometeen. Oké, vandaag ga ik het hebben over geloven in jezelf. Ja, best wel cliché, ik snap het. Maar ik hoop door middel van een aantal voorbeelden en vergelijkingen toch te onderbouwen wat ik daarmee bedoel. En hopelijk jullie wat advies te geven om dat in je voordeel te gebruiken bij Survival Run, maar misschien ook in andere vlakken van je leven. Nou, wat is nou geloven in jezelf en hoe kun je het gebruiken? Geloven in jezelf of geloof kun je zien als iets wat je zeker weet. Ik geloof bijvoorbeeld dat ik een korte survival run met bandje kan halen. Daar ben ik vrij zeker van. 4 jaar geleden geloofde ik dat nog niet. Een geloof kan dus veranderen. Geloof is dus een gevoel van zekerheid. En dat begint met een idee. Dat idee is als een soort tafelblad. Maar er staan nog geen poten onder, dus het blijft niet rechtop staan. Geloof heeft wel poten eronder. En die poten, dat zijn verschillende referenties die jouw geloof onderbouwen. Bijvoorbeeld, ik heb wel bijna elke wedstrijd, sinds ik voor het eerst mijn bandje heb gehaald, heb ik mijn bandje behaald. Dus dan heb ik vrij veel persoonlijke ervaringen die mijn referenties vormen dat ik nu een survival run met bandje kan halen. Maar wat ik zei, 4 jaar geleden had ik die referenties nog niet. Nou, dat is dus een persoonlijke ervaring. Referenties kunnen van meerdere plekken komen, waaronder informatie van buitenaf, maar ook je fantasie. En dat is een hele interessante, daar ga ik het zo meteen over. Nou, die referenties, die poten van die tafel, die worden mede bepaald door de hoeveelheid emotie die erbij komt kijken. Als je iets meemaakt waar heel veel emotie, iets wat heel intens is, bij komt kijken, dan zullen die poten sterker zijn dan iets waar weinig emotie bij komt kijken. Daarnaast is het natuurlijk ook logisch dat hoe meer referenties je hebt die dat geloof onderbouwen, hoe sterker dat bijdraagt aan dat geloof. Nou, ik zei zojuist dat ook fantasie een referentie kan zijn. En dat is namelijk onderzocht dat je hersenen het verschil niet zien tussen iets wat waar gebeurd is en iets wat een hele levendige, intense, emotionele fantasie is. Dat is best wel vreemd. Eigenlijk kun je dan jezelf voor de gek houden door te denken dat iets waar gebeurd is, maar eigenlijk zit het alleen in je hoofd. Maar als je het begrijpt, dan kun je het ook in je voordeel gebruiken. Door namelijk te visualiseren, zo noem je dat, wat je wil bereiken in je leven, je doelen, je dromen. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan word je er zeker van dat je het ook daadwerkelijk gaat bereiken. Ik wil dat toelichten met een voorbeeld. Kennen jullie het verhaal van de 4-minute mile? Honderden jaren lang geloofde men dat het onmogelijk was om een mijl te rennen binnen 4 minuten. Ze hebben dat heel vaak geprobeerd, maar niemand kwam ook maar in de buurt. Totdat één persoon onder de 4 minuten rende voor het eerst in 1954. Dat was Roger Bannister. En behalve dat hij natuurlijk hartstikke veel trainde en doelgericht trainde en best wel wat talent had om te rennen, deed hij ook iets anders. Hij visualiseerde namelijk keer op keer dat hij die 4 minuten doorbrak. Dat hij die wedstrijd binnen die 4 minuten liep. Hij zag het helemaal voor zich, helemaal levendig. Hij hoorde het publiek juichen. Hij zag zichzelf al op het podium staan en juichen dat hij het had gered. Zo creëerde hij voor zichzelf die zekerheid, waardoor hij uiteindelijk dus de eerste persoon was die hem binnen 4 minuten liep. Maar misschien wat het meest bijzondere van dit verhaal is niet wat hij voor zichzelf deed, maar wat hij voor anderen deed. Hetzelfde jaar nog waren er namelijk 37 andere mensen die hem ook binnen 4 minuten liepen. En het jaar daarop meer dan 300. Zijn verhaal heeft zoveel mensen geïnspireerd. Het heeft hun beperkende geloofsovertuiging doorbroken en voor een sterk genoegen referentie gezorgd dat zij geloofden dat zij ook binnen 4 minuten konden lopen. Mensen ontwikkelen vaak beperkende overtuigingen over wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat je iets in het verleden niet gepresteerd hebt,
betekent niet dat je het in de toekomst ook niet gaat presteren. Ik geloofde dat wel toen ik net begon met Survivor Run. Ik bakte er nog helemaal niks van. En op dat moment dacht ik dat het realistisch was om te denken dat het niks voor mij was. Maar dat was niet realistisch, dat was de angst. Door die angst gaf ik ook niet 100%, waardoor die resultaten weer uitbleven. En zo werd mijn realistische beeld bevestigd. En dat is zo'n visueuze cirkel, die houdt niet zomaar op. Dat moet doorbroken worden. En dat zet me ook aan het nadenken. Want toen ik net begon met Survivor Run had ik nooit gedacht dat ik ooit vierde zou worden. En toch ben ik nu zo ver gekomen. Als ik terugkijk naar een jaar geleden, zie ik al zoveel verschil. En het is ongetwijfeld bij jou hetzelfde. Dus nu ik ook deze verhalen heb gehoord, denk ik, waarom zou ik die lat niet hoger leggen? Dus op dit moment bepaal ik voor mezelf, ik ga dit jaar het podium behalen tijdens een korte Survivor Run. En ik ga dus proberen dat te visualiseren. Nee, niet proberen, ik ga dat gewoon doen. Ik ga er gewoon zo zeker van zijn dat het me gaat lukken. En als ik me doelgericht train en als mijn lichaam een beetje meewerkt en niet geblesseerd raak, dan gaat dat gewoon gebeuren. Laat me weten, wat is jouw doel? Waar kun jij wat zekerheid in gebruiken? Ik hoor het graag. Ik zie jullie bij het volgende filmpje. Later.